2016 had ik het plan om met een paar vrienden te gaan ijsklimmen in de Alpen. Zomer ze rotswanden, 's winters ijswanden beklimmen. En we gingen nog even een keertje trainen in de klimhal in Rotterdam. Even de laatste puntje op de i te zetten. En daar hebben we een fout gemaakt met het leggen van de zekering. En ik hing daar op een gegeven moment ongeveer 6 hoog. En ik schoot uit de touw. Alles gebroken wat ik maar kon breken, verbrijzeld en gedaan. 5 weken in coma gelegen. Onvoorstelbare uren operaties achter de rug gehad. Waarbij eigenlijk geen van de artsen überhaupt nog dacht dat ik het zou overleven. Ik sprak een van de artsen laat. Die zei van nou, ik kan me die operatie aan je gezicht nog wel herinneren. Die was tot zo'n 3 centimeter weggeslagen. En zei, we waren eigenlijk meer bezig jou wat op te knappen voor je kist. Dan dat we nou dachten dat jij ging redden. Eigenlijk heb je zoiets van ja, ga maar door allemaal. Want ik sta jullie meer in de weg dan dat je nog wat aan me hebt. Maar dat ging gelukkig heel snel over dat ik een soort beelden voor me kreeg. En dan zag ik soort fotootjes voorbij dwarrelen van mijn vrouw, mijn kinderen. Dat ik dacht van, maar voor jullie wil ik leven, voor jullie wil ik leven.